Oké, okay, dan kopen we de toolbench. Zo'n kindersetje wat je kan kopen bij de Intertoys of zo. Smash even op die like als jij graag je droomauto zou willen hebben. En zeg even in de comments wat jouw droomauto is. En als eerste wil de game dat wij een bank gaan kopen. Oh nee, oh, we gaan een gebouw van de bank kopen. Ik dacht al, dit heeft helemaal niks te maken met een automonteur zijn. Ik vind het trouwens ook een heel raar begin. Waarom, hoezo is dit de bank? Als een soort hideout waar ze eventjes gaan, even moeten chillen voor een paar weken. Omdat anders de politie hun oppakt of zo. Dit ziet er niet echt uit als een bank. Alleen er is één probleempje. Ik moet dus een property kopen van de bank voor $25.000. Maar als jullie even bovenin kijken, heb ik maar $26.000. Dat betekent dat ik vervolgens nog maar $1000 heb om daadwerkelijk een autorepareerbedrijf te starten. Ik denk niet dat $1000 genoeg is, meneer. Maar ja, u laat me gewoon akkoord gaan natuurlijk. En oh, oké, dit is niet helemaal wat ik had verwacht. Oh my god. Oké, deze game begon echt super dark in een gesloten kamer zonder ramen. En ineens is het hier helemaal happy, helemaal blij. Wow, oké, dit ziet er oprecht best wel sick uit. Oké, even kijken. De game wil dus dat wij als eerste een fundering gaan kopen. Nou, als eerste wil ik eigenlijk eventjes rondkijken. Kijk dit. Hier is dus een soort schroothoop met allemaal auto. Oh my god, dit is zo'n sick ding. Maar we zitten hier dus op een schroothoop. En hier gaan we waarschijnlijk auto-onderdelen uit gebruiken. En die in nieuwe auto's zetten of zo. Dat lijkt me oprecht best wel sick om in het echt te doen. Om zo'n goedkope auto van een paar honderd euro te kopen. En die hele te fixen. Dan ga je zeg maar naar zo'n schroothoop en dan, oh ja, hier heb ik nog zo'n airfilter. Hier heb ik een bushy en die doe ik in mijn auto. Dat je zo helemaal gaat sleutelen aan een baggerauto, zeg maar. Smash even die like als jullie dat willen zien over een aantal jaartjes. Maar check dit trouwens. Er zijn echt een hoop zieke auto's. Even serieus, dit zijn echt zulke coole auto's. Yo, dit wordt mijn auto als ik 18 ben. Wel natuurlijk dat hij er wat beter uitziet, maar dit is een beetje het plaatje wat ik voor ogen heb. In ieder geval, we gaan maar gewoon beginnen. Want ik wil zien wat deze tycoon in petto heeft. Even kijken. We zijn bijna failliet. We hebben alleen een fundering en we zijn bijna failliet. Basic tools. Oké, dat is wel heel erg basic. Je hebt letterlijk alleen een ratchet en zo'n jackhammer. Ik weet alleen de Engelse namen. Sorry. Het spijt me. Ik heb gewoon te veel Chris Fix gekeken. Ik weet niet of een paar van jullie die kennen. Dat is zo'n Engels kanaal die dus van die auto's maakt. En het is heel erg leuk om naar te kijken. Hij maakt hele toegankelijke video's. Maar vervolgens moeten wij een workstation kopen en tada, we zijn failliet. Oh, wow. Oh my god. We hebben ook al meteen personeel. Oh nee, we hebben geen lift nog. We hebben alleen deze dingen. Ik weet niet hoe deze dingen heten. Die de auto omhoog houden. En er is een hele olievlek. Lekker gedaan, bro. Lekker. Hij is echt ziek hard aan dit ding aan het sleutelen. Ik denk niet dat je zo heel veel gedaan krijgt. Zo'n beetje buiten de auto. Zo dat ding heel funky bewegen. Hij gebruikt dat ding echt totaal verkeerd. Hij draait het handvat. Hij draait niet om het ding zelf, zeg maar. Vervolgens gaan we wat muren kopen. En dan natuurlijk een garagedeur. Want dat is het belangrijkste deel. Zonder garagedeur heb je geen garage. Lonnie Nix Games Small Garage. Ik vind niet een hele kleine garage. Het is nog best wel groot. Oh ja, en als laatste moeten we natuurlijk eventjes een dak kopen. En wat lichten, want anders kan hij niet zo goed kijken. No way. Is dat een plot van iemand? Dat kan toch niet? Even serieus. Oh, dat moet denk ik wel. Oké, dat wil ik echt gaan exploren. Maar ik denk dat we daarvoor eerst iets van een auto moeten unlocken of zo. Want ik ga daar niet helemaal heen lopen. En ik ga er al helemaal niet naartoe zwemmen. We gaan nu eventjes wat geld collecten. En daarna gaan we denk ik maar beginnen aan ons tweede gebouw. Oh, we moeten hier naar binnen. Laat maar. Workbench. Oké, we moeten dus nog wat dingetjes hier binnen doen. Build turbocharger. Ik verdien $10 door dit te doen. Maar dit is echt totaal niet gunstig. Ik verdien volgens mij echt $10 in een halve seconde of zo. Kijk dit. Hier. Letterlijk in een halve seconde. Waarom zou ik dat doen? Waarom? Oké, nou vervolgens kopen een toolbox. Een equipment shelf. Wall decorations. Een sink. Oh ja, dat is natuurlijk heel handig. Garbage bins. Oh jeetje. Oké, dit is veel uitgebreider dan ik dacht. Oh kijk dit. Hij heeft ook echt een soort mechanic sink. Hij heeft niet gewoon een normale kraan. Nee, het is een beetje in de stijl van een automonteur. Het lijkt ook een beetje
op een vuilniscontainer, zeg maar. Oké, buy fuel cans. Oh, we hebben niet genoeg geld. Oh, dit vind ik best wel sick. Custom imports. Oh, en hier hebben we hier nummerplaten. En hier is zo'n toolbox. Ik zou zo graag zo'n ding willen hebben. Zo'n grote toolbox, weet je wel. Dat is gewoon cool. Dat is gewoon cool om te hebben. Ik weet niet. Ik vind het heel erg leuk. Oké, we collecten weer even wat geld. Dan kopen we Rams. Een fan. Oh ja, en natuurlijk een fan. Dat is zo stereotype. Oké, het zal waarschijnlijk ook best wel heet zijn in deze garages. Maar het is heel erg stereotype. Oh, daar hebben we zo'n ding waar je op kan liggen. Ik snap niet waarom niet meer mensen dit spelen. Want dit is echt een super goede tycoon. Misschien ben ik er gewoon vroeg bij. Who knows. Voor de rest kopen we ook nog oil drums. Een air compressor. Je ziet wel dat deze tycoonmaker een beetje aan het geeken is op het moment. Oh, en hier hebben we nog meer nummerplaten. Ik heb echt geen idee wat dit is. Wat is dit in hemelsnaam? Ik heb echt geen idee. Maar kunnen we nu beginnen aan het tweede gebouw? Jazeker. Moeten we dan eerst trouwens niet eventjes deze dingen wegslepen of zo? Want die staan hier nu nogal in de weg. En wie heeft dit ding hier zo achtergelaten? Met een volledige intacte motor. Wat zonde allemaal. Maar hij heeft ook echt die rallystoelen. Oké, build parking spot. Een space wall, wall 1. Oh my god, we zijn echt alles in één keer aan het kopen. Oké, maar dit wordt dus parking. Oh! Oh damn. Oh damn. Oh damn, kom maar door hoor. Kom maar door. Geef me eventjes wat geld. Ik ga eventjes wat geld kopen, want ik kan niet langer wachten. Oké, ik was dus even bang dat we die gesloopte auto's gewoon letterlijk, weet ik veel, in de oceaan hier zouden gooien. Maar nee, we hebben ze gesalvaged hoor. Even kijken. Oh damn. Maar dit vind ik wel een beetje stom hoor. Ik moet dus 4 echte euro's betalen om in deze koelen te zitten. En als ik niks betaal, dan zit ik in dit ding. En nog eventjes, om het nog ietsje erger te maken, heeft hij de motorkap roestig gemaakt. Oh, come on, bro. Dit is een van de betere auto's die ik gevoeld heb in Roblox. Maar nu hebben we dus een auto. En nu kunnen we een beetje andermans plots gaan bestuderen. Hij heeft ook gewoon een blauwe deur erin gezet. Oh, en een witte bumper. Oh, maar dat heeft nog wel wat. Oh, hier is een heel circuit volgens mij. Dan kan je hier racen of zo. Oh nee, hier zijn de andere tycoons. Ik reset even mijn character. Oh, en daar zijn we weer. Wat? Ik heb dit helemaal niet door. Oh my god, ik heb hier echt een zieke gaming setup. Een heel zielig bed. Oh, en ik heb een magnetron. Dat is natuurlijk het belangrijkste voor een struggelende automonteur of een student. Een magnetron, dat is het belangrijkste deel. Daar kan je noedels in bereiden. Eigenlijk alleen dat. Maar... en trouwens, intussen zijn we echt rich. Holy moly. Yo, Gerrit, je doet het echt geweldig, man. Je bent mij gewoon rijk aan het maken. En wat krijg jij uitbetaald? Volgens mij op dit moment niks. Maar ik weet niet. Misschien is het ook trouwens niet zo handig om op een doos te staan waarop staat fragile. Ja, joh, maar dat is jouw probleem. Oké, buy tire shelf. Oh, kijk, ik hou van deze details. Oh, en ik kan werken aan mijn turbocharger door de muur heen. Geweldig. Dank u. Oké, buy lights. Wow. Oké, oh, maar dat was het. Gewoon, we hebben hier even casual een tire shelf neergezet. En wow. Oké, de halve tycoon is ineens geunlocked. Oh, maar dit is alleen maar auto's kleren. Oké, maar wat is het eerstvolgende wat ik kan kopen? Ik denk hier iets, dus dat ga ik ook gewoon kopen. Oké, dan collect ik nog even wat geld. En dan gaan we hier dus de auto's weghalen. En hopelijk kunnen we misschien in zo'n vrachtwagen rijden. Of in dit ding, maar die kost waarschijnlijk Robux. Oké, oh, is dit nou gewoon een Lambo hier? En is er gewoon alleen de bumper van gepakt? Wat zonde, joh. Ik heb hier volgens mij geld voor betaald om deze weg te laten halen. Waarom staan ze er nog? Hallo? Waarvoor heb ik dan betaald? Oh, dat zijn lichten. Come on, daar heb ik zo mijn geld aan verspild. Oké, clear wrecked vehicle. Shit, foundation. Is dit waar Gerrit slaapt? Purchase parts. Wow. En nu pas is mijn inkomen omhoog gegaan. Met $1 per seconde is het omhoog gegaan. Oh, dit is zeg maar een soort opslag voor de onderdelen. En Gerrit staat dus op een van de dozen met de onderdelen. Nice. Volgende. Oh, volgens mij... Oh, shipping container. Oh ja, dit is wat we daar net ook zagen. Ja, deze containers. Ik weet niet. Dit ziet er zo sick uit. Buy lights. Clear wrecked vehicles. Ik begin een beetje failliet te raken door constant die vehicles te clearen. Hire food truck. Daar verdien ik geld aan. Oké, maar 1 euro per seconde meer. Dat is echt zielig. Dit is gewoon een lege food truck. Ik weet dat ik geld verdien
aan deze foodtruck. Maar dit is een lege foodtruck. Stond daar nou executive facility? Dat klinkt zo epic. Alsof je in een soort SCP geheim gebouw loopt. Waar je alleen met een zonnebril en een zwart pak binnenkomt. Met een pasje, zeg maar. En dan is het gewoon een Dixie. Nice. Dit is de employee facility. Ja, ik zie heel veel verschil tussen de executive facility en de employee facility. Oh, wat is dit? Oh, hier kunnen we nog meer vehicles clearen. Yo, geef me gewoon dat ding, joh. Oké, break room. Is de... Oh my god, dit is de pauzekamer. Ja, het is nogal sip. Je hebt hier een racer chair met een radio en banden. Dit is wel heel stereotypisch, vind ik. Doe me ook een beetje denken aan een Fallout apocalypse. Oh, en nu pas kunnen we de trucks clearen. Eerst moesten we alles kopen en daarna pas de trucks. Waarschijnlijk kunnen we deze kopen of niet. Oh, nee. Oh, een water... Een watertoren, serieus. Alle hype die hier naartoe is opgebouwd, zeg maar. Resulteerde in een watertoren. Nice. Oké, oh, wat? Oh, dit is sick. We gaan ook echt een wasstraat maken. Is dat trouwens niet een beetje een hele ambitieuze stap? We hebben één mini-garage met één lijpe monteur. Met een klein schuurtje met wat parts en een lege foodtruck. En bam, ineens een wasstraat. Oké, ik kan ook niet eens wat aan de wasstraat doen. Dit is het. Dit is de wasstraat. Het gaat een beetje om het idee, snap je? My property from the import company. Waarom klinkt dit allemaal zo corporate? Allemaal zo serieus? Het is gewoon een soort... Dit is een domme tycoon game. En dan staat er... My property from the import company. Oké, nou daar gaan... Oh, dit is gewoon een uitbreiding. Ja, maar hier kan je nog zoveel meer neerzetten. Dit is gewoon leeg. Het is gewoon leeg, oké? Oh, wat is dit? Oké, er zijn... Oei. Oké, die wrap vind ik wel een beetje lelijk. Maar damn, bro. Dit is een cool auto. Zo te zien gaan die hier eindelijk onze tweede garage bouwen. Ik zou dat al vanaf het begin hebben gedaan. In plaats van allemaal nutteloze zooi kopen. Oké, dit is wel een hele upgrade. Dit is in één keer gewoon een dubbele garage. Is het zeg maar ook niet erg ambitieus aangezien ik maar $3 per seconde meer verdien ten opzichte van toen ik begon. Dan vind ik dit wel een hele upgrade. Want ik ben gewoon nog steeds net zo skeer, hoor. Ik denk maar dat we gaan voor de muren, de garage door, de walls. Dit is wel professioneel, moet ik zeggen. Dan vind ik dit wel een beetje, ja, lelijke garage deuren. Hij moet zo oprollen. Het is nu ook gewoon een mechanic shop. Eerst was het Clonie Nix Games Small Garage. Nu is het Clonie Nix Games Mechanic Shop. Ik voel me al gewoon echt een automonteur. Lijkt me zo leuk om een automonteur te zijn. Gewoon voor de lol, zeg maar. Dan ben je niet echt een automonteur. Maar gewoon aan de auto's te sleutelen. Lijkt me oprecht gewoon, ja, best wel leuk. We gaan de backrooms kopen, kijkers. We gaan de backrooms kopen. Oké. Oh, dit ziet er heel eng uit, zeg maar. Ik vind het een beetje een suspicious kamer. Maar waar is deze kamer dan voor gemaakt? Is het een helhoekje of zo voor als het niet lukt? Ik heb echt geen idee. Het volgende wat we moeten kopen is een hydraulic lift. Dat is zo'n autolift. En die zien er gewoon heel erg sick uit. Install hydraulic lift. Oh, damn. Oh, je bent ook wel meteen echt aan een dikke bak aan het sleutelen. Oh nee, dat leek alleen zo door die bumper. Nee, dat is een heel standaard ding. Oh damn, dit ding ziet er ook wel echt sick uit. En deze is wel compleet. Ik heb helemaal geen geld, ik heb maar $19. Zo, deze guy rockt gewoon die gouden velgen. Kijk dit ook. Shee, met die spoiler. Sorry, ik stop wel. Ik doe gewoon een beetje raar. Oké, dan kopen we de toolbench. Dit is gewoon zo'n setje, zo'n kindersetje wat je kan kopen bij de Intertoys of zo. Maar voor de rest hebben we volgens... Oh nee, we kunnen wel de backrooms inrichten. Hoe is dit een office component? Dit is gewoon de ziekste gaming setup die ik ooit heb gezien. En ook een exacte kopie als wat ik in het schuurtje daar heb staan. Voor de rest kopen we een koelkast. Heel erg belangrijk, helaas is het niet zo'n gamer koelkast. Oké, een tafel. Wat is dit voor tafel? Een zwarte doos met zand en met glas. Ik haat glazen tafels trouwens. Ik kan er uren over praten. Hoe erg een hekel ik heb aan glazen tafels. Ik vind dat die een soort van af is. De Clonie Nix Games Mechanic Shop is gewoon af in mijn ogen. Smash even die like. Als jullie deze video van Car Mechanic Tycoon super awesome vonden, zeg even in de comments of jullie er meer van willen zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!